Welkom bij het Journaal van Maatschappelijk Stage. Vandaag zijn we bij Tutraal. We gaan een kijkje nemen wat de mensen hier dagelijks doen. We gaan nu over naar Anouk Veldhuizen in de keuken. Anouk, hoe is het in de keuken? Maak ze allemaal lekkere dingen? Kijk van deze dag. Ik vind het wel leuk. En waarom? Nou, gewoon samenwerken met mijn vrienden. En we maken iets moois. En wat vind jij van het eten? Gezellig. Ja? Ik zit niet op school. Nou, dat vind je leuk. Ja. Oké. En wat vind jij van deze dag? Ook wel leuk. Nee, het is best wel leuk bij mijn vrienden hier. Nou, oké, mooi. Ja, niet uit. Zoals je ziet hadden de kinderen die gingen koken, hadden ze zich goed vermaakt. Nu gaan we verder met techniek, mensen. Hier is Jasmine Tereli. Hallo, wat zijn jullie hier vandaag aan het doen? Deze groep die heeft maatschappelijke stage vandaag en ze zijn vandaag de paarden aan het harken. Ze zijn de heggen netjes aan het knippen, aan het opruimen. En straks hebben ze heel waarschijnlijk een andere werkzaamheden. Maar ze hebben gewoon ze moeten vandaag een stage hier doen. En het gaat op zich wel goed. Het gaat een leuke groep. Er wordt veel gelachen. En het moet gewoon, ja, het is voor hun heel belangrijk deze stage dat dag moet gedaan worden. En ja, ik hoop dat ze het heel leuk hebben. En Raymond, vind jij het leuk hier? Ja. Wat vind je nou van het schoonmaken? Ja, het is vrijwillig dus. Nou, het moet van school. En Nick, vind jij het ook leuk? Ja, een beetje. Opruimen is wel minder, maar met de groep samenwerken is wel grappig. Oké. Dat is goed zo. Stel ik voor dat we daarna per tafel, en we beginnen met die tafel, en dan gaan we zo die gaan we de zaal rond. Om de beurt even langs het buffet lopen. Eerste bestekje, bordje. Kopje, wat nog in dood geneest, is Keelhoorns van God. Dus deze en is Christus. Hoe heet u? Nou, ik ben Theo en ik ben hier de kok van Tutraal. Vindt u het leuk om te doen? Ik vind het heel erg leuk. Het zijn hele leuke bewoners hier. En die komen ook regelmatig bij mij in de keuken werken en dan kan ik ze wat leren. En nou, de bewoners vinden dat ook heel erg leuk. En wat doet u nu met de kinderen die langs zijn gekomen? Met jullie klasgenoten hebben vandaag de lunch verzorgd en we gaan vanmiddag de theepauze verzorgen. En dan krijgen jullie weer wat lekkers bij en dat is een verrassing, dat zien jullie vanmiddag. Zo, mevrouw, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Deze jongens die zijn een oude zeecontainer aan het schilderen. En de bedoeling daarvan is dat die zeecontainer, dat wordt een hobby, annex werkplaats voor enkele van onze bewoners. Dus een van onze bewoners heeft als hobby knutselen aan brommers en scooters en andere voertuigen. En dat gaat hij hier doen. Dus dat is ook echt alleen voor hobby? Dat is echt voor hobby gebruik. Bij het werkgebied de dieren en ik ga even een klein interviewtje houden met Laurens die de dieren verzorgt. Laurens, kun jij even kort vertellen wat het werkgebied dieren inhoudt hier op Tutraal? Het houdt in dat je met 6 à 7 man door de week de dierenverzorgen houdt in zowel voeren als buiten zetten en contact onderhouden met dierenarts,
Hoesmit. Als ik de baas zal zijn van het journaal, dan werd de wereld een stuk positiever. De hele wereld werd meteen een beetje liever, want ik negeerde alle narigheid totaal. Yo, Molle Lyceum, geen probleem met die terrel, lekker in je vel. Kunnen praten met de zin, ah, yo, ja. Yeah.